Dit is onze trainingszaal. Kom verder. Dit is Codarts, de circusschool van Rotterdam, waar we allebei gestudeerd hebben. En we gaan aan trainen vandaag. De samenwerking begon op de circusschool van Codarts en gaat veel verder dan alleen maar vriendschap. Dat moet ook wel, omdat ze vaker samen op pad zijn om op te treden dan dat ze thuis zitten. Ja, voor mij is dat een soort zus voor mij. Het is zo'n intensieve samenwerking. Je hebt geen relatie, maar het moet wel bijna alle vlakken rekening met elkaar houden alsof het een bijna een relatie is. We hebben een beetje een soort van familieband, want je bent zo met elkaar intensief bezig om elkaar te kunnen opvangen en dergelijke, heb je ook fysiek en emotioneel vertrouwen nodig. En verder zijn we gewoon twee gekke meiden die het leuk vinden om te doen wat we doen. Het dynamische duo is uniek omdat ze dezelfde lengte hebben, maar desondanks toch een hoge mate van acrobatiek in hun optredens halen. Andrea is heel sterk en heel stabiel, heel geaard. Jasmijn en ik doen partneracrobatiek. Dat is dat ik Jasmijn optil. Dit komt niet vaak voor dat een vrouw onder is. Dus ik moet met beide benen van de grond af willen. En Andrea moet met beide benen op de grond blijven. Dus dat versterkt elkaar. Het is topsport. Ja, het is even intensief als topsporters trainen, ja. In het begin heb je heel veel spierpijn en daarna raakt je lichaam eraan gewend. En je geest ook, want het kan soms mentaal ook heftig zijn. De afgelopen 2 jaar hebben we meegetoerd met traditionele tentcircussen. Maar als we een periode wat minder werk hebben, dus niet dagelijks, dan proberen we toch wel dagelijks te trainen. Maar soms moet je ook gewoon even bedenken, ja, ik heb morgen een heel belangrijk optreden. Dus vanavond moet ik misschien even beter rustig aan doen. Dus ja, het is een heel... Het staat een beetje in balans. Hoppa.